Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Kanijtjakkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we iets moois maken voor op tafel, iets heel leuks. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog, ben je nog niet geabonneerd. Doe dat dan, dit kost helemaal niets, maar dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En alle leuke winacties, dus dat is ook leuk. Er loopt er nog één, dit is de laatste video dat je kan meedoen. Dus ik zal hem even hierboven neerzetten. Dan kan je daar naartoe gaan door een leuke reactie achter te laten. En een duimpje omhoog, dan doe je dan al mee. In de volgende video wordt de winnaar al bekend gemaakt. Dus mocht je dat leuk vinden, dan kun je nog meedoen. Goed, wil je het pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder het kopje cursuspakketten en dan kun je daar zelf mee aan de slag gaan. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland, dus waar je ook woont, komt gewoon naar je toe. En dan gaan we nu gauw aan de slag! Het kan zijn dat je wat geluiden op de achtergrond hoort, maar ik heb de kinderen hier ook lopen. Maar dat weer hield me er niet van om even een leuke video voor jullie op te nemen. Dus we gaan gewoon lekker aan de slag. Ik heb een hele mooie plank die heel leuk is op een tafel en daarmee gaan we aan de slag. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ik gebruik een klein glazen potje en daarin doe ik oase. Deze heb ik al even op maat gesneden zodat hij er precies in past. En de zijkanten snij ik dan weer schuin aan. Hierin verwerken we straks bloemetjes. Daaromheen leg ik bolmos. Dit geeft een mooie groene sfeer. En ook leg ik hier een vetplantje op. En wat decoratiemateriaal. Zorg dat alles een mooi plekje heeft in het stuk. Zoals je kan zien. En dat touw dat wikkel ik om de plantjes en het mos heen. En ook kan je op deze manier je schaaltje even vastzetten. En dit wikkel ik door totdat ik het voldoende vind. Het is ook puur voor de sier. Maar je geeft gelijk wat houvast in je stuk. En het einde maak ik gewoon vast met een knoopje. Je kan ook een strikje doen als je het leuk vindt. Dan zit eigenlijk alles al mooi vast. Dan gaan we de bloemetjes verwerken. En die steek ik er compact en diep in. Het handige aan dit glazen schaaltje is dat je er ook weer water onderin kan gieten. Zodat die net wat extra water heeft. En ik maak een heel klein biedermeitje. Ik snij alles goed schuin aan en steek het dus compact in het stukje. En nu zie je ook dat je biedermeitje in wordt met je bloemstuk. En je zorgt dat er geen oase meer zichtbaar is. Even wat extra asparagus toe. Dit verwerk je ook kort, maar dit maakt het net even wat sierlijker.
En ik gebruik dan geruste zijtakjes. En om het dan nog af te maken, voeg ik nog even een Tillandsia plantje toe. Dit is een luchtplantje. Dus die kan je droog verwerken. En dan hebben we een heel mooi geheel. En is het helemaal mooi af. En dan hebben we een super mooi resultaat voor op tafel. Het leuke is dat hij laag is. Dus je kan hem overal neerzetten en gewoon overheen kijken. Dus gewoon leuk op de tafel om neer te zetten. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden nog steeds door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het om het moet, komt gewoon naar je toe. Je kan nog steeds meedoen met de winactie om het tropische bloemstuk te winnen. Ga ervoor naar de video van het tropische bloemstukje. En in de volgende video wordt de winnaar al bekendgemaakt. Dus daar kan je nog net even meedoen. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Deel het dan op Facebook of Instagram. Dan maak je ook nog eens elke maand kans op een cadeaubon ter waarde van 15 euro. Daarnaast vind ik het gewoon super leuk om te zien wat jullie allemaal hebben gemaakt. Dus heel erg leuk. En dan hoop ik dat jullie dit wel een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doeg!